Goedemorgen. Goedemorgen. Spannende dag vandaag. Ja, laatste PS-vergadering dit jaar. Ja, maar wel wat oneenigheid tussen coalitiepartijen. Wat voor gevolgen heeft dat voor het college? Wij gaan nu eerst overleggen en dan zien we wel verder. Volgens mij moeten ze er goed uitkomen. Waarom denkt u dat? Omdat we er allemaal een belang bij hebben. Om 8:30 ochtends komen alle coalitiepartijen bij elkaar op het provinciehuis. De spanning is voelbaar. Toch is er nog hoop op een goede uitkomst. Kijken of wij vandaag tot een goed eind kunnen brengen en zorgen dat we met alle partijen on speaking terms blijven en zorgen dat het proces goed loopt. Maakt u zich grote zorgen? Nee, dat doe ik nooit, want ik begin aan een gesprek en ik ga er met goede moed in. Ja, maar het is toch wel een serieuze kwestie nu? Het is een serieuze kwestie, dus het is ook serieus zaak om er even goed over na te denken en dat gaan we nou doen. Je maakt deel uit van een coalitie en als er zo'n fundamentele wijziging is, ja, dan overleg je dat eerst intern. Dat is in ieder geval niet goed gegaan. Zo dadelijk worden harde noten gekraakt, kan ik me voorstellen. Nou, wij gaan altijd op een redelijke manier met elkaar om. Dus sterkte. Dat hopen we nu ook te doen. Ja, dankjewel. De coalitie probeert dus nog aan een oplossing te werken. Toch hoopt de oppositie dat de coalitie uit elkaar valt. Als deze crisis zou leiden tot een andere coalitie die betere ideeën heeft, dan zou ik daar inderdaad geen nacht minder om slapen. Ik denk dat het allemaal goed komt. En waarom denkt u dat? Dat is mijn gevoel.